Heb jij ook zulke fijne herinneringen aan Sint Maarten? Dat is rond 11 november, in ieder geval waar ik vandaan kom. En dat was de tijd dat de eerste mandarijnen uitgereikt werden of gegeven werden. Ik kreeg altijd een mandarijn als je langs de deur ging, naast ook een hele berg snoepjes natuurlijk. Maar die mandarijn, daar heb ik de beste herinneringen aan. De geur van die mandarijn en de smaak met die hele dunne schil nog in het begin was echt fenomenaal. En nu nog steeds, als ik die mandarijnen zie in de supermarkt, moet ik ze gewoon kopen. Inmiddels ken ik ook mandarijn essentiële olie. En daar wil ik jullie graag wat meer over vertellen. Als je een mandarijn schilt, dan spat eigenlijk die olie al uit de schil vandaan. En ruik je de heerlijke geur van de mandarijnen al voordat je de smaak proeft. En dat komt door de bolletjes die in de schil zitten. En die bolletjes, daar zit eigenlijk de essentiële olie in gevangen. En je kent het misschien wel. Als je een cake maakt, dan gebruik je die rasp van de schil van citroen of van de sinaasappel of de mandarijn in een cake om de smaak te versterken. En eigenlijk maak je daar al gebruik van die kracht van die essentiële olie die in die schil gevangen zit. Wat ze doen om een olie te maken, is deze rasp persen. En van het persen komt de olie eruit lopen, olie en water. En alleen die pure olie hoort in het flesje te gaan. En dan heb je een flesje met 15 ml essentiële olie waar ongeveer 65 schillen van mandarijnen voor gebruikt zijn. Nou is dat niet bij ieder merk hetzelfde, dus kijk even goed wat voor merk jij hebt en hoe ze de olie maken. En of het inderdaad een zuivere essentiële olie is. Want als die zuiver is, kun je hem op heel veel manieren gebruiken. Onder andere voor in soepen en sauzen en in smoothies, in cakes en in taarten. Dat is natuurlijk heerlijk, maar check dus even op het flesje of dat wel mag met je olie. Want heel veel olieën bevatten alcohol of andere basisolieën of zijn soms zelfs synthetisch nagemaakt. Maar als je een olie hebt waarmee het kan, is het natuurlijk een heerlijke aanvulling om fantastische gerechten mee te maken. Je kunt tangerineolie, mandarijnolie ook op je huid gebruiken. Het is een hele fijne reiniger, dus je kan hem gebruiken in een druppeldagcreme. Je kan er een spray mee maken met water voor je gezicht en met een watje in je gezicht reinigen. En je kan er ook heerlijk mee masseren. Sinaasappel, mandarijnolie is een veelgebruikte olie door masseurs om te gebruiken in hun praktijk. Maar let wel op, als je masseert met mandarijnolie, blijft daarna 12 uur uit de zon. Of als je gemasseerd wordt met mandarijnolie, blijft dan 12 uur uit de zon vandaan. Daarnaast is het natuurlijk ook een hele fijne olie om in je diffuser te gebruiken. En een diffuser is een koudvernevelaar waar je koud water in doet en een paar druppels essentiële olie. En die helpen je om gedurende de dag, in dit geval, lekker blij te blijven en verkwikt te zijn. Je kunt het ook op een aromasieraad doen, op een zakdoekje, op een sjaaltje, noem maar op, of in een inhaler. Je kunt het dus aromatisch ook op heel veel verschillende manieren gebruiken. Het is een echt lekkere smaakmaker in desserts en in drankjes, in cake en in smoothies. En ik zou het zeker aanraden om een keer te proberen. En door het citrusachtige en zoete aroma kun je hem ook heel goed gebruiken. Bijvoorbeeld voor zo'n mandarijntjesdip. Dan smelt je een lekkere chocolade. Dat doe je ook bij Marie. Vervolgens haal je het van het vuur af en druppel je er een paar druppels van die tangerineolie door. En dan doop je de mandarijntjes erin en heb je eigenlijk een heerlijke snack. En, ja, nog best redelijk gezond ook als je een chocolade gebruikt waar niet te veel suiker in zit. Ik zou deze zeker aanbevelen om uit te proberen. Emotioneel is het een lekkere olie omdat hij tegelijkertijd verkwikt, maar ook rustig maakt, kalmeert. En dat is het bijzondere aan citrusolieën, dat ze twee kanten opwerken. Dus je wordt er blij van, maar je wordt er ook rustig van. Dus als je een beetje aan het doormalen bent in je hoofd, is het heerlijk om een citrusolie in je diffuser te gebruiken. Deze olie, tangerineolie, is de olie van blijdschap en creativiteit. Dus helpt je ook als je een taak moet afmaken en je ziet even geen uitweg om andere oplossingen te bedenken. En het is ook de olie die ervoor zorgt dat je rigiditeit loslaat. Dus als je heel erg strikt bent, heel erg blauw zoals ze dat soms wel eens noemen, heel vast zit in gewoontes en dingen altijd op een bepaalde manier moeten, dan helpt tangerine om je ook andere manieren te laten ontdekken. En even die hele strakke verantwoordelijkheidsgevoelens los te laten. En het kan best wel even heel fijn zijn als dat even niet hoeft en je niet voor anderen hoeft te zorgen en niet verantwoordelijk hoeft te zijn. En even dat kind in jezelf weer kan voelen. Samengevat, tangerine is een heerlijke citrusvrucht, het is een olie van citrusvruchten. Je kan het perfect gebruiken als smaakmaker. Het is een happy oil, je wordt er blij van. En hij helpt ook nog eens om je relaxed te voelen. Als je dit leuk vindt, als je waarde hebt aan dit filmpje, geef dan een like. En het is super als je meer filmpjes wilt, dat je even op de knop drukt voor subscribe. Dan krijg je automatisch meer filmpjes te zien over andere essentiële oliën en tips voor je gezondheid en je humeur. Dankjewel, ik ben Leanne van Helio.